Mijn naam is Jeroen Klinkaert. Ik ben een van de bewegingscoaches hier in het IM-huis. IM-huis staat voor Intelligent Motion. Intelligent Motion is eigenlijk het herwinnen van jouw natuurlijke capaciteit van het menselijk lichaam in functie van fysieke en mentale gezondheid. Wat moet je daar nu bij voorstellen? Wel, als je kijkt naar je levensritme, de houding en de activiteiten die je gedaan, jouw lichaam heeft zich daarnaar aangepast. Aangepast in de zin dat er bepaalde zones een mindere bewegelijkheid hebben. Die maken dat andere zones meer moeten doen en misschien overbelast geraken. Waarvan jij kan voelen van, ik heb wat meer pijn, rugpijn, nekpijn. Of ik voel me eerder vermoeid of ik kan bepaalde houdingen en bewegingen niet meer doen. Wat wij ook toepassen in onze praktijk is ambulatie. Naast de bewegingstherapie gaan wij eigenlijk ook de persoon ofwel voor de sessie ofwel na de sessie eigenlijk gaan meenemen naar ambulatie. We gaan eigenlijk de ambulatie gaan eigenlijk in een aparte ruimte steken, omdat het voor ons is heel belangrijk dat je daar ook tot rust komt. Dat je daar een moment neemt dat je eigenlijk hier kan binnenkomen en eigenlijk dat je hier kan plaatsnemen op de ambulatie om ofwel voor de sessie. Als je toch wel al een acute pijn hebt of je voelt je even gestrand, dat je kan eigenlijk vanuit de ambulatie kan ontspannen om dan de beweging te starten. Meestal gebruiken we de ambulatie na de sessie, waarbij eigenlijk de strategie van de oefeningen zijn resultaat heeft gehad op het lichaam en dat de ambulatie dan eigenlijk gaat inwerken op verschillende programma's die wij gaan toepassen. Voor ons is het heel belangrijk te werken naar het weefsel. Weefsel ontspannen en stresstolerantie zijn belangrijke programma's bij ons, waarin dat we ook soms fibromyalgie en recuperatie na het sporten eigenlijk gaan toepassen. Soms kan het ook zijn dat we heel gericht gaan werken naar de nek en naar de rug. Dus zoals je kan zien is ambulatie voor ons een heel gerichte tool die we gebruiken ofwel voor de sessie om te ontspannen naar de beweging of na de sessie om het lichaam eigenlijk het resultaat duurzaam te laten inwerken in functie van de heel gerichte problematiek of de doelstelling naar waar we willen toepassen.